Voor ons is de Zomer van Antwerpen heel belangrijk geweest in ons parcours. Ook in de band met het publiek dat wij hebben opgebouwd. Ik weet dat... Ja, het is, wij zoeken daar ook naar om, het op de twee jaar een project te doen voor de zomer. Omdat dat blijft toch een unieke ervaring. Ten eerste, je kan er lang spelen. Je kunt voor een breed publiek spelen. Je kunt een bijzondere locatie zoeken. Dus de uitwisseling heeft iets heel... Ja, dat is uitzonderlijk. En wat wonderlijk ook is, is dat op zo'n locatieprojecten gebeuren er altijd van die momenten waar je van denkt, dit zou in een zaal nooit, nooit gebeuren. Op een bepaald moment vliegen er vogels over. En dat blijkt altijd juist getimed te zijn. Of bij Van den Brug af gezien kwam er een boot aangevaren die juist op het juiste moment dat je denkt van amai, hebben ze dat besteld of is dat nu toeval? En dat is een wonderlijk gegeven wat ik vind dat je op locatievoorstellingen heel erg hebt. Dus wat de Zomer van Antwerpen zo bijzonder maakt, is, kan ik heel mooi duidelijk maken met een voorbeeld. Wij speelden Blue Room Emmert Hills en er brak op een bepaald moment een storm uit. En zowel het publiek als wij moesten schuilen. En wij hebben toen samen met het publiek onder een zeil dat we daar hadden, zijn wij onder dat zeil gaan staan tot de storm voorbij was, om dan ook weer gezamenlijk in die natte omstandigheden samen die voorstelling te beleven. En dat zijn echt unieke ervaringen die je van de rest van je leven niet meer zult vergeten. Zowel wij als het publiek vergeet dat nooit. Zeg, die raad is hoeveel dat die rok gekost heeft? Het is wel kort, hè? Wij kiezen echt stukken specifiek voor de Zomer van Antwerpen. Stukken waarin wij denken, de context waarbinnen dat stuk zich... waarin we dat stuk kunnen spelen, heeft een directe verbinding met de stad. Bijvoorbeeld, inderdaad, View from the Bridge, van de brug af gezien, havenarbeiders naast Brooklyn Bridge. Dat kunnen, spelen we in de haven. Lenos, een gigantisch feest waarin dat Stravinsky duidelijk volksliedjes verwerkt en populaire muziek van die tijd, moet eigenlijk een groot volksfeest zijn. Ik weet dat voor veel mensen die toen erbij betrokken waren, Lenos een uniek project was. Ook voor ons in de samenwerking. Wij waren 16 operazangers, 8 acteurs, 4 piano's, 6 slagwerkers. Wat zat er nog van instrument bij? Een enorme keukenploeg, want alle mensen moesten gehaktballen, soep, vodka. Dus dat was... Wekenlang konden wij niks anders doen dan die voorstelling maken. We hadden beurtrollen. En ik wil... graag voor 30 jaar Zomer van Antwerpen een remake doen van Lenos. Is dat geen goed idee? Hij wist nog van niks. Nee, liever iets nieuws. Ik zal er eens over nadenken. In de haven, dat stuk waar wij gespeeld hebben, Je brengt weken door daar in alle omstandigheden, eerst voor te repeteren, dan nog weken in alle omstandigheden met een publiek. Dan is er nog een café aan, dus je verovert een hoek van de stad. En als dan daarna terug het gewone dagelijkse leven terug over die plek gaat, dat blijven bijzondere plekken. Ik hoop, maar dat weet ik niet, dat voor een publiek ook zo is. Dus je ontdekt echt een achterkant, de coulissen van je stad eigenlijk. En dat samen met een publiek, dat is mooi gezegd. Heel leuk.